Feyenoord leeft wel nog steeds. Dat is de hoopvolle boodschap na deze avond in de Kuip. Feyenoord kan bij een overwinning volgende week op Wolfsbergen, omdat zij met 1-0 wonnen in Moskou, nog steeds door. Als Feyenoord wint in Oostenrijk, dat cruciale laatste duel. Teleurstelling bij de spelers van Feyenoord en iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Op de achtergrond wel gejuich van Kroatische medewerkers van Dynamo Zagreb die in dit stadion zijn. Want Dynamo wint dus met 2-0 van Feyenoord. Een zeer dubieus penaltymoment in de blessuretijd van de eerste helft. Daardoor kwam Feyenoord op achterstand, want Dynamo benutte de strafschop wel, zoals Feyenoord dat in Zagreb niet deed. En dus konden die Kroaten juichen, iets wat ze na die wedstrijd nog steeds doen. In de tweede helft een heel gek tweede doelpunt. Uiteindelijk volgens mij, begrijp ik uit de beelden, allemaal wel terecht. Maar in eerste instantie wordt de goal van Zagreb afgekeurd. Omdat die grensrechter staat te vlaggen voor buitenspel. Die Kroaten protesteren allemaal. En daarna gaat hij overleggen met de grensrechter. En keurt de scheidsrechter Kavanagh, keurt hij dat doelpunt toch goed. Een heel dubieus moment. En Feyenoord had aangeslagen daarna. En Feyenoord kon eigenlijk tegen een team dat ook nog geen enkel Europees tegendoelpunt incasseerde, geen moment een vuist maken. Ja, één keer een kansje voor Bannis. Want hij viel in. En als we de balans opmaken, ja, dan kijken we vooral ook daarna. Hè? Want hij viel in omdat Linssen nu weer geblesseerd uitviel. En Spijts, hij met een hoofdwond, daar kun je niks aan doen. Maar Linssen had hamstringklachten en dat blijft toch zorgwekkend. Hoeveel spelers van Feyenoord er allemaal niet op omvallen staan. Terwijl het volgende week zo belangrijk is dat Feyenoord weer fit is. Want Feyenoord leeft wel nog steeds. Dat is de hoopvolle boodschap na deze avond in de Kuip. Feyenoord kan bij een overwinning volgende week op Wolfsbergen, omdat zij met 1-0 wonnen in Moskou, nog steeds door. Als Feyenoord wint in Oostenrijk, dat cruciale laatste duel, gaat Feyenoord voor het eerst in 5 jaar overwinteren. Die hoop is er nog steeds. En we gaan maar afwachten hoe fit Feyenoord is volgende week voor dat sleutelduel.